Ik wil dat jullie allemaal vanaf nu tot drie tellen. Eén, twee, drie. Dat waren drie secondes. Ik hoor jullie al nadenken, waarom moest ik tot drie tellen? Maar dit is hoe lang de mensheid zou bestaan als de aarde 24 uur zou bestaan. Een, twee, drie. In die drie secondes hebben wij als mensheid al zoveel aangetast. Ik ga de feiten niet eens meer benoemen, omdat ik weet dat jullie ze stuk voor stuk allemaal kennen. Toch lijken de cijfers iets anders te zeggen. Ik heb namelijk een onderzoekje gedaan en uit het onderzoek bleek dat als iedereen, zoals de twintig testpersonen, inclusief ikzelf, zou leven, dan zouden we drie aardes nodig hebben. Niet één, niet twee, maar drie aardes. Waarom is het zo dat iedereen weet dat het niet zo langer door kan gaan, maar dat toch maar heel weinig mensen echt actie ondernemen? Komt het omdat we echt zo egoïstisch zijn? Of willen we niks doen? Maar wat blijkt is dat we juist wel willen, maar dat we denken dat we niks kunnen. Omdat, je, omdat de grotere macht het wel op zullen lossen en omdat je met één steentje toch echt geen muur kunt bouwen. Of wel? Want wat als ik jullie nou eens vertel wat je allemaal met dat ene steentje kan doen? Die kan je weggooien en nooit meer naar omkijken. Maar één steentje kan je ook inzetten om een voorbeeld te geven. Ik heb hier een steentje. Deze leg ik hier en nu neer, zodat jullie mij op kunnen volgen. Het lijkt geen groot gebaar. Maar kijk bijvoorbeeld naar Malala. Zij legde haar steentje neer in de hoop op een wereld waarin onderwijs voor meisjes minstens even toegankelijk zou zijn als onderwijs voor jongens. En kijk hoe dat ene steentje nu al is uitgegroeid tot een enorme muur. Dat steentje dat ik hier heb neergelegd, dat heeft waarschijnlijk niet zo'n groot effect. Maar ik hoop wel dat jullie stuk voor stuk ook jullie steentjes neer willen leggen. Door bijvoorbeeld minder vlees te eten, minder vaak met de auto te gaan en minder plastic tasjes te gebruiken. Of van mijn part plant je een boom. Want. Het gaat om de kleine dingetjes, de kleine steentjes waar je uiteindelijk een muur mee bouwt. Want we hebben niet één, twee, drie aardes. We hebben er maar één. En zoals bekend milieuactivist Wendell Berry ooit zei, we erven de aarde niet van onze voorouders. We lenen hem van onze kinderen. En onze kinderen hebben het recht om in die één, twee, drie, vierde seconde rond te lopen op een aarde die mooi is zoals wij hem kennen. Een aarde die divers is zoals wij hem kennen. Maar vooral een aarde die leeft zoals wij hem kennen. Dankjewel.